Vandaag heb ik mijn bril opgedaan, want het is wel een heel serieuze zaak. Meesterkas. Wij krijgen natuurlijk heel veel vragen via DM en ik wil ze allemaal beantwoorden, maar heel vaak zitten ook dezelfde vragen tussen. Dus we hebben even een rijtje gemaakt van de meest gestelde vragen en die gaan we nu in een keer allemaal beantwoorden. Dus volgende keer als vragen gesteld worden, kunnen we gewoon een linkje sturen en dan kunnen ze allemaal eventjes bekijken. Tenzij ze Engels zijn, dan moeten we toch als nog helemaal beantwoorden. De eerste vraag is, waarom verlies ik tijdens het dieet heel snel gewicht, maar kom ik daarna ook snel weer aan? Dus het bekende yo-yo effect. Voornamelijk bekend bij mensen die in één keer een dieet gaan volgen en een kwart gaan eten van wat ze normaal eten en daarna weer direct terug op hun normale dieet gaan. Precies. Als ze die maand hebben volgemaakt of zo. Nou, dit komt omdat als je gaat diëten, dan gaat je op een gegeven moment je motor gaat minder hard draaien. Als je maar blijft diëten en diëten en diëten, wat ze heel vaak doen, het is van het ene dieet naar het andere, want die werkt niet meer, die werkt niet meer. En op een gegeven moment is je lichaam zo van slag dat je motor eigenlijk langzamer gaat draaien. En op het moment dat je dan weer aan het oude patroon terugvalt, of sterker nog gaat bingen, want aan het eind van zo'n dieet dan zijn ze helemaal gek. En dan willen ze weet ze niet meer van gekkigheid wat ze naar binnen moeten gooien. En dan ga je vet aankomen, want als je een maintenance level van 1500 hebt en je gaat ineens 3 weken bingen en je zit elke dag boven de 3000 calorieën, eet je dus dubbel je behoefte elke dag, terwijl je net je metabolisme omlaag hebt gebracht door dat dieet. Wat ik altijd doe als ik vet wil verliezen is extreme crash. Dus ik ga gewoon echt 500 tot 1000 tot misschien wel 1500 per dag minder eten aan calorieën, zodat ik snel mijn vet verlies. En nu ga ik heel langzaam weer opbouwen, zonder dat mijn lichaam eigenlijk doorhebt dat ik meer ga eten. Dus dat kan wel 50 calorietjes per week extra zijn. En dan ben ik heel nauwkeurig voor de komende 3, 4, 5, 6, misschien wel 7 maanden, dat ik weer helemaal mijn metabolisme aan het opbouwen ben op een hele langzame manier. Dus dan behoud je die droogte, maar leer je lichaam eigenlijk weer meer te kunnen eten. En dan ga je yo-yo effect tegen. Dus vaak wat je doet om droog te worden is leuk, maar wat je daarna doet is eigenlijk veel belangrijker. Hoe lang moet ik trainen om resultaten te zien? Die krijg ik ook zo vaak. Ja, en, als mensen... dat is gewoon, dat komt puur vanwege dat zoveel mensen gebruiken. Ze zien de buurjongen, zien ze naar de gym gaan of zo, ik zeg maar wat. En dan zien ze in één keer 3 maanden later dat die gast een beest is. Ook gewoon omdat mensen ongeduldig zijn. Ze willen zo snel mogelijk resultaat en ze willen gewoon horen, oh, binnen 2 weken heb je resultaat. En natuurlijk, je gaat veranderingen zien binnen een week, 2 weken, als je gewoon goed bezig bent. Juist die newbie gains zijn vaak wel echt aanwezig. Dat ga je zeker zien. Alleen, als dat al je uitgangspunt is, van hoe snel kan ik iets bereiken, dan is het, je moet eigenlijk long term denken. Hoe lang kan ik iets vasthouden als ik iets bereikt heb? Om terug te komen op de vraag, binnen 2 weken zie je sowieso resultaat. Dus als je nog geen resultaat ziet, betekent dat je iets fout doet, 100%. Mijn klanten zeg ik altijd, dit ga je proberen. En als je over 2 weken geen resultaat ziet, dan heb jij of onjuiste informatie aan mij geleverd, waardoor je dus geen progressie boekt. Of je houdt je niet aan wat ik heb gezegd. Ja, een van die twee. Dus na 2 weken is voor mij altijd een mooi evaluatiepunt om te zeggen, oké, nu gaan we eventjes kijken. Back to the drawing board. En wat gaan we veranderen? Want als er nog niks veranderd is na 2 weken, doe je gewoon iets fout. Hoe krijg ik de onderste 2 buikspieren? Heel veel sit-ups. Heel veel sit-ups. Nog steeds heb je gewoon die advertisements overal op Facebook en Instagram. Ja. Onderste buikspieren is echt puur dieet. Iedereen heeft buikspieren. Sommigen trainen wel natuurlijk wat dikker, absoluut. Maar je gaat ze niet kunnen zien als er een laag vet overheen zit. Dus wat ga je doen? Diëten. Je moet afvallen voordat je je buikspieren gaat zien. Dat is de plaats waar je als eerst vet opslaat en als laatst vet afvalt. Dus het is gewoon vervelend, maar het is niet anders. Het is wat het is. Het is wat het is. Dus het is gewoon doorzetten. Ja. Als je dit niet kwijtraakt, moet je nog lager in je calorieën gaan. En niet met stapjes van 50, nee. Gelijk 100, 200, 300. Of gewoon in één keer extreme cardio toevoegen. Als je zelf wil blijven eten, voeg gewoon cardio toe. Ja, als jij 300 calorieën per dag extra verbrandt, kan je die gewoon aftrekken van je totaal. Precies. Wat moet ik doen om droog te worden? Nou, dit is eigenlijk een beetje dezelfde vraag. Ja. Maar ja, dat is droog worden, dat wil iedereen. Iedereen wil droog worden altijd. Droog worden kan je zien in de zin van weinig vocht. Maar ook natuurlijk weinig vet. En vaak is het een soort van combinatie van. Ja, het verschilt heel erg per persoon. De ene vindt droog worden dat je de abs ziet. De andere vindt droog worden weet ik veel, dat je de veins helemaal ziet. Het is in levels natuurlijk waar je al bent. Dus in eerste instantie is hoe word je droog zo snel mogelijk. Is dieet aanpassen, superveel cardio doen.
En daarnaast gewoon je kracht proberen je massa te behouden door middel van goede voeding. Behoud die massa ook voornamelijk, want hoe meer massa je hebt, hoe sneller je verbrandt. Dat is ook wel een beetje de fout van veel mensen. Zeker ook bij vrouwen die denken van oké, ik wil geen massa, bla bla, en die blijft maar op die treadmill staan. Je kan veel beter krachttraining blijven doen en als extra cardio doen. Precies. Maar niet dat cardio je main oefening per dag is. Nee, want hoe meer spier jij hebt, hoe harder je verbranding Precies. gaat. Spieren vreten gewoon echt energie, ook als je op de bank zit. Iemand die voor 80% uit spier bestaat, die gaat gewoon keihard verbranden tijdens het stilzitten. Ja, zoals jij. Dan zitten we te Mario Karten en dan krijg je die melding 3200 calorieën verbrand vandaag. En dan is het 4 uur 's middags. Ja, top. Om nog extra droog te worden voor een competitie of weet ik veel wat, zou je natuurlijk eerst kunnen hydraten voor, laten we zeggen, een weekje of iets minder. Dus dan ga je extra water drinken. 4, 5, 6 liter per dag. De laatste dag kat je gewoon al je water en dan blijf je doorpissen. En dan pis je eigenlijk jezelf helemaal leeg, waardoor je droog bent. Dan ga je bleekselderij eten. Ja, precies. Vochtafdrijvers en dat soort dingen kan je gebruiken om al je vocht eruit te halen. Alcohol helpt ook altijd een beetje. Nooit te veel nemen. Want dan ga je dronken op stage. Ik heb het echt gezien, hè? Precies. Ik heb ze echt zwaar dronken op stage gezien. Het gebeurt heel vaak. Als je aan het eind van die dieet hebt, heb je natuurlijk helemaal geen stamina. Nee. Dus dan wordt het helemaal erg. Genieten. Dat is dus tijdelijk. Dus je hebt droog worden van weinig vet, dat kan je behouden. En je hebt droog worden van vocht verliezen. Dat duurt een dag en daarna heb je er weer dubbel en dwars bij. Droog zijn heb je in verschillende levels. Een man kan vaak veel langer gezond droog zijn dan een vrouw. Want dat krijg ik heel vaak. Hoe kan je als vrouw droog blijven het hele jaar? Het is bijna onmogelijk. Waarom? Als je te droog bent, kan je zelfs niet eens zwanger raken. Want je lichaam zegt dan, hé, nee, dat red je nu niet, want je hebt niet genoeg reserves. Dus het vrouwenlichaam is ervoor gemaakt om niet onder die grens te komen, waarbij je dus zelfs je ongesteldheid niet meer krijgt en niet meer zwanger kan raken. Dus daarom is het voor een vrouw net nog iets moeilijker om constant zo te blijven en ook eigenlijk vrij ongezond als je het voor te lang doet. Nou, ik denk ook dat je je standaard gewoon moet aanpassen. Want dat kan je zelfs onvruchtbaar maken. Als je als vrouw zijnde te lang in competition blijft zitten. Droog voor een vrouw zou een andere standaard moeten hebben als droog voor Precies, een man. Ja. Want je kan wel het hele jaar droog zijn voor een vrouw. Maar dat betekent gewoon droog voor een vrouw is 12%. Droog voor een man is 8%. Ja. Zeg maar wat. En dat hou je gewoon prima vol. Je moet niet proberen op het vetpercentage van een man te komen als vrouw. Dat is het belangrijkste. Nou, dat is een beetje die competition level. Ja, dus dat je echt aders over de buik ziet, dat betekent... Ja, maar zelfs voor mannen kan dat niet, want je hormoonsysteem gaat helemaal naar de kloten. Dus je moet gewoon je standaard een beetje aanpassen. Mannen kunnen gewoon rondlopen met 7-8% het hele jaar door. Ja. En gewoon hun massa behouden. Vrouwen kunnen dat minder. En daarnaast, wat je zegt, die krijgen gewoon complicaties met een hormoonsysteem. Kijk, als vrouwen 8% vet hebben, dan is het voor een man eigenlijk bijna 4-5%. Ja. En een man kan geen 4-5% vasthouden het hele jaar. Want dan gaat hij ook gewoon naar de kloten. Dan krijg je ook geen stijven meer. Dan krijg je ook last van. Ja, dat is gewoon zo. Daar word je ook onvruchtbaar van. Als ik dus niet zwanger ben, zit ik comfortably tussen, denk ik, 14-15%. Ja, ik vind het zo moeilijk in te schatten. Want weegschalen en metingen en dat soort dingen, die werken allemaal niet zo heel goed. Als ik een schatting mag geven, zit het tussen de 7-9%. Voor mij is het probleem gewoon dat ik vet op mijn hoofd opsla. Dus als ik boven die 9% kom, krijg ik gewoon bol gezicht terwijl ik nog abs heb. Ja, sommige mensen hebben het andersom. Zoals ik. Ja, sommige mensen blijven heel lang slank in hun gezicht en die krijgen gewoon vet op hun buik. Ik heb gewoon echt direct een bolle toet. Daarom zie je nu tijdens mijn zwangerschap heb ik ook, zie ook niks aan mijn gezicht. Als je gewoon vanaf hier doet, dan zie je gewoon niks. Klopt. Even kijken. Ik eet gezond, maar ik val niet af. Waarom? Nou, hoeveel eet jij gezond? Ja, nou, dat is de beste vraag die ik kan stellen. Je kan heel leuk de hele dag gezond eten en uiteindelijk van het einde van de dag 6000 calorieën gezond gegeten hebben. Precies. Maar dan ga je gewoon niet afvallen. Dus je kan heel ongezond afvallen. Als je één keer per dag McDonald's eet van 2000 calorieën en voor de rest eet je niks. En je verbranding is 3000, dan zit je 1000 calorieën in je deficit. En dan ga je alsnog afvallen. Precies. Natuurlijk gaat je hele systeem naar de rambam. Dus je moet een balans vinden. Je moet gezond eten en ook nog aan je calorieën houden. En dan... Precies. Dus dat is een snel beantwoorde vraag. Welke supplementen moet ik gebruiken? Nou, dat vind ik een hele logische vraag. Want er zijn zoveel supplementen. Als je begint, zie je echt door de bomen bos niet meer. En er zijn ook zoveel dezelfde supplementen met een andere naam. Klopt. En dat is allemaal marketing. Klopt. Dus de ene heet gewoon creatine en de andere heet Superpower. Ultra creatine. Dus waar je vanuit moet gaan is dat je een basispakketje hebt. En dat geldt voor eigenlijk voor alle supplementen. En daar kan je het best aan houden. In proteïne zit er vaak weinig verschil. In creatine is er weinig verschil. Of tenminste geen verschil.
Creatine is gewoon creatine. Ja, dan kun je het ultra of weet ik veel wat noemen, een smaakje aan toevoegen, maar dat blijft creatine. Pre-workout, dat zit nogal wat verschil in. De ene blend is de andere niet. Als ik een basisstek zou moeten bepalen, zou ik zeggen, neem je vitamines. De multivitamine is prima om te gebruiken. Je kan ook vitamine D3 en omega toevoegen. Omega 3 dan, visolie. Dan heb je daarnaast je wijen, eiwitshakes om gewoon je eiwitbehoefte op een dag te halen. Zorg ervoor dat je supplementen geen maaltijden gaan vervangen. Je kan altijd kiezen om supplementen te gebruiken als het even niet uitkomt om iets te eten. En je kan het als toevoeging gebruiken op je normale dieet. Daarnaast heb ik nog een creatine die ik altijd gebruik. Is goed voor kracht, voor vrouwen en mannen. Precies, dat is wel even belangrijk. Want echt veel vrouwen denken dat ze geen creatine kunnen gebruiken. Ja, omdat ze gewoon direct muscle aan gaan zetten of zo. Nou, was het maar zo'n feest. Ja, inderdaad. Als je dagen hebt dat je minder eiwitten eet, kan je precies, je BCA's toevoegen. Ik wil dat zeggen, als jij dus in je prep zit of je gaat voor de eerste keer afvallen. En je gaat nu in één keer, ik zeg maar, 1000 calorieën omlaag van je normale dieet. Ja. Nou, dan zou ik zeggen, voeg BCA's tussen de training of tijdens de training en tussen maaltijden door of iets. Ja. Het is ook gewoon fijn, dan heb je iets met een smaakje dat je kan drinken. Dat is eigenlijk de basic stack, dus vitamines, je shakes, BCA's, creatines. En pre-workout. En een pre-workoutje. Ja. En dat is dan ook weer zeker een aanrader als je begint, want dan geeft het je nog die extra kick om naar de gym te gaan. Zeker weten. En zeker ook als je minder calorieën gaat eten, dan kan je weer een beetje versuft zijn, dus gebruik het dan voor die extra boost. Ja. Hoe vaak moet ik eten op een dag? En dat is een vraag die ik heel vaak krijg. Ja. En dat is ook tijdens de Ramadan natuurlijk een probleem voor heel veel mensen die denken dat ze dan niet goed vaak genoeg kunnen eten en dat ze om de 2 uur moeten eten. Maar dat is een heel achterhaald verhaal. Met 2 of 3 maaltijden per dag kan je prima je behoeftes halen en dan vindt er ook genoeg eiwitsynthese plaats. Dus dat kan je gewoon prima doen. Je hoeft niet 6 keer op een dag te eten. Wil je wel liever de hele dag eten, dat is prima, dat is aan jou. En vind je het onhandig, zoals ik? Ik vind het gewoon fijn. 2 keer op een dag eten is makkelijk optellen en daartussendoor snacks. Dan, ja, exact. Ja, ik ben weer iemand dat ik merk ook met mijn spijsvertering en dat ik niet zo bloedend word als ik dus veel vaker per dag eet dan kleinere maaltijden. Ja. Dus als je daar heel erg last van hebt, dat je zeker ook omdat je nu hoger in eiwitten gaat eten, omdat je net begonnen bent of iets, dan zou ik aanraden, doe iets kleinere maaltijden de hele dag. Want dan heb je niet zo'n opgeblazen gevoel. Ja, dat is ook makes sense. Sommige mensen die vinden intermittent fasting fijn, want dan kunnen ze in 1 maaltijd heel veel eten. En sommigen vinden het juist niet fijn, want die hebben juist kleinere porties. Dat is helemaal persoonlijk, maar het gaat verder niks veranderen aan hoe je eruit gaat zien. Oké, dan zijn wij aangekomen bij de laatste vraag. Ik wil grotere billen, hoe moet ik dat doen? Nou, die vraag die krijg ik nu al 7 jaar lang. Eerst wat ik ga zeggen is, ga van die treadmill en van die stepmachine af. Ja. En stop ook met 5 kilo te squatten en dan 100 keer naar beneden. Hoe je grotere billen creëert is precies hoe je elke andere spier creëert in je lichaam. Het is veel meer gewicht en minder herhaling. Dus dat betekent tussen de 6 en 12 herhalingen. En probeer constant op je max te zitten. Dus waar je dan ook de 6 herhalingen mee kan doen. Niet dat je aan het einde van 12 nog eigenlijk 14 zou kunnen doen. Ja, precies. Dat is het allerbelangrijkste. Je moet jezelf echt uitdagen. Precies. Vorige week kon je 15 kilo aan beide kanten. En nu ga je voor de 17,5. Ja. Bouw het langzaam op, dat is prima. Maar je spier gaat niet groeien zolang jij hem niet uitdaagt om te groeien. Klopt. Je wil massa bouwen, je wil een grotere bil. Dus zorg dat je in een kleine surplus zit. Dat je lichaam in ieder geval de ruimte heeft om meer spier op te slaan. Ja. En genoeg voeding krijgt om die spier ook aan te maken. Want je kan niet een grotere bil willen en ook droger worden. Nee. Dat werkt contra. Zorg er gewoon voor dat je in ieder geval de eerste periode echt gaat focussen op groeien. Als dat is wat je wil, maak je nou even geen zorgen over die eerste zomer die je niet droog gaat rondlopen. Het is het echt waard om die eerste paar jaar gewoon te zeggen, oké, ik ga massa bouwen, massa. Als je bij mij eerste periode foto's ziet dat ik echt groter wilde worden, toen had ik gewoon een comfortabel vetpercentage van 12%, waarvan ik wist van oké, hierin ga ik groeien, hierin ga ik de gains pakken. Op een gegeven moment dan denk je van zo, ik ben best wel aan de grote kant, nu ga ik even kijken waar ik sta. En dan ga je droog trainen en dan zie je gewoon oké, dit is wat ik over heb. Nu kan ik hieraan gaan werken en dan zou je nog een extra soort van mass building periode kunnen inlassen. Maar doe dat niet voordat je echt het gevoel hebt van dit zijn de billen die ik wil hebben. Yeah. En werk daar gewoon naartoe. Dus trainen en voeding is nog steeds gewoon hand in hand. Mocht er nou dingen onduidelijk zijn of dat je denkt, jezus, dat ze die niet beantwoord hebben, eventjes onderin plaatsen. En dan komt het gewoon bij het volgende soort van Q&A tevoorschijn. Precies. Bedankt weer voor het kijken en tot de volgende.